Richard de Waard is die stadsbeierdier van Rotterdam. Hij speelde vanmiddag in de toren van de Laurenskerk, maar zit soms ook in het stadhuis. En zijn muziek is in de hele binnenstad te horen. De wereldberoemde pianist Ludovico Einaudi, die onder meer verantwoordelijk is voor de muziek in de film Intouchable, was zo gecharmeerd van zijn spel op het carillon dat hij Richard benaderde voor zijn nieuwe album. Nou, ik kreeg een mailtje van hem en hij heeft een cd komt eraan en daar heeft hij een compositie, daar heeft hij een klok nodig. En hij was zo gecharmeerd van het Rotterdamse klokkenspel dat hij wilde een klok uit Rotterdam hebben. Ja, ik zag dat hij in het Luxor speelde en ik dacht, zo'n man die is zijn hele leven op tour en die is iedere dag bezig in een andere stad. En ik dacht, die arme man die wil ook wel eens iets leuks meemaken. Dus ik nodig hem uit voor in de toren om eens te komen kijken. Om eens niet naar het zoveelste museum waarschijnlijk te gaan. Ja. Om dus iets unieks mee te maken. Ik speel zijn muziek heel vaak hier op de toren. Die klinkt heel mooi. En hij heeft gereageerd en hij is de toren in geweest. Ja, dat was heel, heel bijzonder.